En vice-president Ronnie Brunswijk heeft de samenleving beloofd dat er betere tijden komen en zij uit de armoede zal geraken. Brunswijk vroeg de gemeenschap om meer geduld te betrachten en de beleidsmakers de ruimte te geven haar werk intensiever te doen. Op de regeringspersconferentie in verband met 10 maanden regeermacht onderkende de vice-president dat bepaalde zaken stroef verlopen, maar toch de verzekering te geven dat het goed komt met het land. We moeten toegeven dat mede door de hoge koers de prijzen in de winkel blijven stijgen. Het leven voor grote delen van de samenleving wordt steeds moeilijker. Maar ik kan u mededelen dat wij als regering er alles aan doen om het land uit deze crisis te halen. Wat wij nu samen meemaken, is wat het vorige beleid ons heeft nagelaten. Nu wordt alles bloedgelegd. Maar we zullen niet staan toekijken. Wij pakken aan en wij pakken aan samen met u. We gaan een goede richting op, maar misschien in uw ogen niet snel genoeg. Brunswijk wees de samenleving op de realisaties van de afgelopen 10 maanden. De roep vanuit verschillende organisaties over de erbarmelijke situatie begrijpt Brunswijk volkomen. Kapot maken gaat snel, maar opbouwen is een moeizaam proces. We weten dat er een aantal punten zijn die om verbetering vragen. Gelooft u mij, uw kritiek gaat niet aan ons voorbij. Ondanks de schaarse middelen hebben wij met verenigde krachten in 10 maanden een aantal zaken kunnen realiseren voor de ontwikkeling van land en volk. Brunswijk belooft samen met president Santokki altijd een open oor te hebben en altijd te zoeken naar een oplossing voor betere tijden. De relatie tussen hem en de president is nog steeds ijzersterk, aldus Brunswijk.